Welk talent had je graag willen hebben? Ja, ik weet niet of het een talent is, maar ik had wel graag willen kunnen vliegen, gewoon als mens. Dat kan niet, dus misschien een talent wat wel kan. Tekenen. Ik kan totaal niet tekenen, dat had ik heel leuk gevonden. Welke droom in jouw leven heb je al waargemaakt? Nou, dat is denk ik wel evident, het winnen van de slimste mens. Dat was wel een droom die uitkwam en die me heel veel gebracht heeft. Dus dat is wel waanzinnig dat dat gebeurd is. En natuurlijk het schrijven van mijn eerste boek. Dat was mijn allergrootste droom. Koop het boek. Wie zijn je favoriete auteurs? Roxane van Ypres ben ik echt heel groot fan van. Ik vond Het Hoge Nest een waanzinnig boek. En ook nu Eigen Welzijn Eerst. En heel inspirerend. Ik vind haar visie op de maatschappij en haar schrijfstijl heel goed. En Murat Isik ben ik heel groot fan van. Hij was ook een grote inspiratiebron voor mijn eigen boek. Dus als ik een heel klein beetje van zijn talent in mijn eigen boek heb weten te steken, dan ben ik al een gelukkig mens. Hoe ziet een ideaal diner er volgens jou uit? In New York. Dat is de plek waar het moet zijn. En ik heb dat diner eigenlijk al gehad. Dat was afgelopen zomer was ik in New York met mijn man. En toen zijn we op de 68e verdieping van een wolkenkrabber gaan eten. Met uitzicht over de hele stad. En toen kregen we allemaal waanzinnige gerechten. Marokkaans, Thais, Frans, alles door elkaar. Wat ben ik toch een gelukkig mens als ik het allemaal zo hoor. Wat is de grootste fout die je in je leven gemaakt hebt? Niet dat ik perfect ben, verre van, maar het leven loopt ook een beetje zoals het loopt. Ja, ik denk toen ik dus, ik heb een depressie gehad 5 jaar geleden en toen ben ik heel lang daarmee door blijven lopen. En ik durfde niet te stoppen en geen rust te nemen, omdat ik wist als ik dat doe, dan stort het kaartenhuis wat ik in elkaar gezet heb voor mezelf in. Waardoor ik eigenlijk 3/4 jaar op mezelf ben gaan interen en ik denk dat is de grootste fout die ik ooit gemaakt heb, dat ik niet eerder hulp heb durven zoeken. Dat ik te bang was om hulp te zoeken, wat het allemaal nog een stuk erger heeft gemaakt dan het misschien had moeten zijn. Maar ja, uiteindelijk is het goed gekomen, dus ik heb er ook heel veel van geleerd. Je bent cabaretier, zangeres, slimste mens van Nederland, presentator en schrijver. Waar gaat je hart het meest naar uit? Dat is een goede vraag. Als ik heel eerlijk ben, is het juist die combinatie van al deze dingen dat ik die mag doen en de gekke ideeën die uit mijn brein ontspruiten, dat die op een podium komen of in een boek of dat ik daar dan een lied over mag zingen. Die combinatie vind ik heel tof. Dus eigenlijk wil ik niet kiezen. Maar ik moet wel zeggen, het schrijven van dit boek was zo'n bijzondere ervaring. En het was aan de ene kant louterend omdat ik mijn levensverhaal op kon schrijven. Aan de andere kant giet je het ook in een vorm die voor mij nieuw was. Want ik was gewend theaterteksten en columns te schrijven. Dus ja, ik vind schrijverschap wel echt een heel bijzondere toevoeging aan het palet van dingen die ik al deed. Je boek gaat onder andere over angst. Wat is je grootste angst? De dood van mijn geliefde, mijn vrienden, familie, mijn man en ook mijn eigen dood. Ik denk dat de doodsangst is misschien wel de meest essentiële angst, de existentiële angst. Ik denk ook dat iedereen dat heeft. Er is helaas niet echt iets aan te doen, want het komt voor ons allemaal. Wat zou je de jongere versie van jezelf adviseren? Ik lees heel vaak van die wat zou je tegen je 16-jarige zelf willen zeggen. En heel vaak zeggen mensen dan van ja, wees niet zo hard voor jezelf en doe gewoon rustig aan. Maar eigenlijk zou ik dus tegen mezelf zeggen, werk eens wat harder. En maak je niet zo druk om stomme jongens die niet geïnteresseerd in je zijn. En ga gewoon je conservatoriumoefeningen doen en je focus op wat je wil bereiken in het leven. En stel je niet zo aan dat niet, maar maak je niet zo druk om hoe je eruit ziet, wat jongens van je vinden, dat soort dingen. Ik kan vrij hard zijn voor mezelf. Je stelt je heel kwetsbaar op in je boek. Ben je bang voor de reacties? Ik vind het sowieso heel spannend dat er nu voor het eerst een boek uitkomt en wat mensen daarvan gaan vinden. Maar het verhaal van mijn angststoornis en ook de depressie die ik heb gehad vertel ik al wel langer in het openbaar. Omdat ik het heel belangrijk vind dat het bespreekbaarder wordt. Er wordt toch niet heel veel over gesproken. En ik zie het, ik vind het niet heel moeilijk om erover te praten. Dus ik zie het dan ook wel een beetje als taak om het erover te hebben en hopelijk wat meer bewustzijn te kweken op die manier. Los daarvan is het natuurlijk mijn eerste boek en mensen kennen mij niet als schrijver. Dus ik vind het wel spannend of ze dat gaan accepteren en of dat serieus genomen wordt. Maar het belangrijkste is dat ik sta er heel erg achter. Ik ben er trots op, ik ben er blij mee. Dus daar moet het gewoon mee beginnen. En dan is het in de wereld en dan mogen mensen ervan vinden wat ze zelf vinden.